Dat doen ze tenslotte bij jou ook en wie kaatst kan de bal verwachten. Alleen, als je op een 60 kilometer weg meer dan 30 kilometer te hard rijdt, sta je al wel met 1-0 achter. Dus dan helpt het niet echt als je je nog extra opwindt. Ze zeggen wel eens, als je geknipt wordt, dan kun je beter stilzitten. Waar is uw postcode? Dat staat allemaal daarop. Ja, ik vraag dan nu. Ja, staat erop. Ja. Dat kunt u wel zo doen, maar wat mag ik bij uw verklaring neerzetten? Niks. Niks. Oké. Bekeuring bedraagt 192 euro. Nou, interesseert me allemaal in. Ja. Gewoon mijn spul weer terug doen en klaar. Nee. U accept Giro. Kentekenwijs. Ja, daar krijgt u een bekeuring voor als u hem er neergooit. Dus ik zou mijn auto houden als ik u was. Nou, doei.